Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie bezocht vanmiddag Ceroskerke op Schouwen-Duiveland voor een werkbezoek aan de zuidwestelijke delta. Daar werd Bleker bijgepraat over de mogelijkheden die een verbinding van het Grevelingenmeer met het Volkrakzoommeer en met zee oplevert. Tijdens de bijeenkomst zei Bleker dat de regering stappen zal ondernemen om de richting te bepalen van de zuidwestelijke delta. We gaan twee dingen doen de komende maanden. A, laten we zeggen een aantal koersbepalende uitspraken op basis van datgene wat er nu voor ligt. En in de tweede plaats, welke korte termijn belemmeringen kunnen we wegnemen, waardoor investeerders ook aan de slag kunnen.